ga je vandaag gezellig op date. Je zit er vast. Oh-oh. Kijk, wat hij gaat 4 keer over de kop. Ja. Alvast. Hey, deze zag ik nog niet aankomen. Deze heb ik nog niet zien aankomen. Hallo allemaal, super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Familie Le Cap. Wij zijn gelukkig weer wat opgeknapt en zoals jullie kunnen zien zijn wij nu thuis. Komt namelijk dat ik over een paar dagen jarig ben en eigenlijk ontzettend graag er even tussenuit wel met het gezin. Dus ik heb even een super leuke suite geboekt die we jullie gelijk ook even gaan laten zien. Want check dit. Dit is de master room waar wij heerlijk gaan slapen. Oh, check dit. We hebben gewoon goudstaven hier zo in huis. Het is echt een hele leuke themakamer. Gouden stoelen. Mega ruimte. En een dikke kluis hier, hè? We hebben een kluis. Zullen we hem even openen? We gaan hem openmaken. Kijken wat achter de kluis is. Wow! Wow! Kijk, jackpot! Zo! Kinderen! Zo! Die wil ik hebben! Oh. Die wil ik hebben! We hebben de kamer van de kids. Kijk hoe leuk. Ze kunnen dus gewoon voor het allereerst met z'n drieën slapen. Jij mag gelijk slapen. Gabriel wou sowieso al niet boven. Hij is de enige die boven durft. Maar kijk dit. Eigen speelruimte. Want hier moet je muntjes in die biggetjes gooien. Kom op, Debbie. En dan. Komt daar je cash. Daar cash die uit. Kijk dus even aan. Maar goed, voor de kids ook een leuke kamer. Want dit zijn bijvoorbeeld gewoon de gordijnen. Dat is gewoon net als een kluis zo. Dus vandaag gaan we alles lekker in. Hoe noem je dat? Insluiten. Leuk tafeltje, gezellig met z'n drieën. Maar wij gaan nog ook wat leuks doen. Wij gaan namelijk ook lekker naar Bedford toe deze dagen. Jongens, anders gewoon nu alvast gelijk gaan. Zeggen we, let's go! Oh ja, trouwens, zijn zijn vriendin meegenomen. Oh ja, kijk. Show your chickie. Iedereen koos een wolf uit. Een mooi meisje. Groot gelijk, schat. Mooi meisje. Ja. En we zijn aangekomen in het pretpark. Tijd om wat attracties te pakken. Ja. En Bias heeft een meisje meegenomen. Ga je vandaag gezellig op date? Gezellig hoor. Okay, we hebben de allereerste problemen. We zijn hier zo met z'n vijven. Alleen, het is een oneven getal. Hoe gaat... Debbie, Eli, jullie moeten met z'n tweeën alleen, hè? Mag dat? Ja, dat moet. Maar hij gaat wel over de kop, hè? Nee. Ga maar. Goed bij elkaar blijven. Hey, doe je? Zijn jullie klaar voor? Oké, maar zo dicht gaan ze opdraaien. Ik moet ze vasthouden. Kijk. Even zo. 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 Ja. Hoi. Wat worden ze groot. Ja. Oh, Bias, kijk hier. Kijk. Nee, niet zo. We zitten vast. We zitten vast. Debbie. Eli. Ze schrikken nergens nee, meer van, nee, echt, hè? Nee. We zijn een stuk verder hier zo en hij heeft nog niet eens gehuild. Nee, hij is nog niet zo enthousiast. High five. Eerste attractie voor die gehuild, Ivy. Hey, ja, high five. Yay. Moet je kijken, schat. Kijk. Oh, wauw. Oké, we zitten weer vast eventjes in de attractie. Ik weet niet waarom. Maar iemand is in slaap gevallen. Zullen we laten slapen? Ja. Maar Debbie, die kijk vindt... Kijk je ogen uit. Hij kijkt zijn ogen uit. Oh, Debbie, ogen dicht. Ogen dicht. Ik vind die erg om vast te zitten. Oh, jij mag kijken. Allereerste foto van de attractie vandaag. Hoe ziet hij eruit? Is hij goed? Kijk er zitten. Oké, we verlaten Estra. We gaan naar de meest erge attractie. Tenminste, een attractie wat ik niet fijn vind. Eli en Debra worden heel blij van. En Mimi zegt opeens, ik wil ook gaan. Oké, we laten de kijkers even zien waar we heen gaan. Kom maar. Oké, daar zitten dan de draaikopjes. Mimi, wij hebben een veilige gepakt. Want blijkt dat dit eentje is die niet te hard meedraait. Waar we Deb en Eli in zitten, die gaat extreem. Oh yeah. Heb je zin in? Wauw, kijk zijn hele oog uit. Oké, dan gaan we. Dan moet je opletten hoe hard ze nu al draaien. Op beeld lijkt niet zo hard, maar dit is echt duizend bakentje. Wow! Oh, Mimi! Wil je gaan draaien? Nee. Stop. Papa gaat zo erg overgeven. Niet draaien, Mimi. Ah! Oh, Mimi! Debbie, Eli, gaat goed? Oh my god. Kijk dit, jongens. Oké, we hebben het gered. Ja, wat is er? Nog een keer? Raak je hard, hè?
Ik zou zeggen, loop maar hard naar mama toe. Nee, dat gaan we niet doen. Nee. Wat zeg je weer? Oh, nog een keer? Oh, Ezra. Hoor hem, hij zegt gewoon, ik wil nog een keer. Echt? Durf jij met hem te gaan? Ik ga sowieso niet, ik heb niks. Ik ben duizelig als gek. Nee. Ik ga het niet meer doen, we gaan doorlopen. Even serieus, geen goede start van de pretpark. Ze willen alleen in dingen waar je duizelig van wordt. Maar hier kunnen ze gelukkig alleen met z'n tweeën. Ik wou net zeggen, gelukkig zonder ons. Veel plezier, jongens. Doei. Oké, daar gaan ze hoor. Dat zeg ik me bij het weer. Dat ding gaat nog best wel hard hoor. Gelukkig staan wij staan goed zo. Aangekomen in een creepy bos hier zo. Definitely. Schrikken, want het heet het lachhuis. Het is gewoon een slachthuis van maken. Oké, via waar. Bias, houd te wachten hier, ja? Au! 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 Oh, ze zijn hier. Wat hoor ik nou allemaal? Elke trein die ze zetten. Zo'n trap wil ik thuis ook hebben. Heb ik al. De hele dag scheetjes als je de trap afgaat. Die hebben we al. Ik denk dat iemand helemaal gek aan het worden is. Er wordt iemand helemaal gek. Lekker, Bibi? Begint ze al te kwijlen? Vind je het lekker? Ja. Wil je eten? Wil je eten? Ja. Ja. Oh, lekker. Echt die bollen, maar het is niet. Ja. Oké, we zitten in een... Wat is dit? Een slak? Nee. Hè? Maar in ieder geval, Ezra... Doei! Een vliegende slak is het. Ja. Oh, wat heftig. Deborah, wat heftig. Ja. Maar goed, we gaan nu over de kop. Ah, ja. Oké, we zijn nu bij een attractie waar we eindelijk met z'n vijven kunnen. Ja. Alleen Bibi vindt het een beetje eng. Ja, maar kom maar goed, denk ik. Ja. Het ziet er mooi uit. Beetje Harry Potter vibes. Weet je of Bias het nog leuk vindt? Wauw, mooi hè? Kom eens zwaaien. Lekker. Kom eens zwaaien. Kom eens zwaaien. Heel mooi uit. Daar is een poes. Oh, we hebben daar een vulkaan met lava. Hele mooie prachtige lichten. Kijk in de lucht, jongens. Allemaal elfjes. Wow, oh nee, flikker of zo. Wow. En toen opeens een mega soort walvis voor ons. Oh. Oh. Water komt. Ah, ik werd oprecht dat. Hoe dan? Die zag ik niet aankomen. Oh nee, ik ga snel weg. Gelukkig. Gaat toch goed. We gaan gelukkig weg. Oké, jongens, selfie. Allemaal de spiegel. Cheese. Mia's ook cheese! Dit is zijn cheese hoofd! Je ergens aangekomen. Jullie gaan ze zo leuk vinden, moet je opletten. Wauw! Allemaal eten! Bibi, eten! Eten, zeg even! Pakken! Even! Ja, bijna! Ga dansen! Handjes in de lucht! Handjes in de lucht! Oké, we stappen uit. Wat zei hij? Eten? Nu eten. Het zegt eten. Nou, misschien heeft hij gelijk. Eten. Oké, okay, Mimi die is blij. Die heeft lekkere pasta. Lekker eten, Mimi. Goed plan. Goed plan. Even lekker eten. Juist. Wagen eten. We zijn weer aangekomen in de kamer. En de jongens zetten even onze open haard aan voor vanavond. Of nou ja, het is een pot met geld of zo. Regenboog. In ieder geval, morgen gaan we over naar het pretpark. Dat ga je nu zo meteen nog in deze video zien, want dat plakken we gewoon aan elkaar vast. En morgen is de dag dat Demran voor het allereerste keer over de kop gaat. Inmiddels hebben de jongens gedoucht en is het tijd om te gaan slapen. Vandaag gaan ze voor het allereerst met z'n drieën slapen. Ja. Gaan jullie ook wel slapen of niet? We gaan misschien... Mijn dransen? Ja, maar liggen. Oh, een groot slaapfeestje. Oh. Oh, waar ga jij liggen, Mias? Nee, jij valt sowieso heel hard naar beneden. Weet ik nu al? Oké, we gaan even alles klaarleggen. Okay, en daar liggen ze dan voor het eerst met z'n drieën. De beste oplossing. Twee matrassen gewoon hier. Zodat ze met de drieën kunnen slapen. Ik denk dat ze zo vroeg wakker worden. Slaap bestaat voor die wereld in ons leven. Oh, daar ging de camera. Toen hadden we de camera weer. En is dan weer de volgende ochtend. En mocht je
afvragen hoe het vracht is gegaan. Drama. Als gezicht, spik, boekdelen. Mia dacht dat het een slaapfeestje was hier zo. Het was zo erg dat Ilai zelfs naar ons toe kwam. Ik wil niet met Mia slapen. Mia's weg hier. Gewoon letterlijk, haal Mia's weg hier. Dus uiteindelijk heeft Mia's daar tussen ons ingeslapen. Oké, we zijn aangekomen bij de achtbaan waar Debran in mag. Maar hoor dit. Ilai, ben je ook in een achtbaan die over de kop gaat? Ja. We gaan even kijken, want er is een kans dat hij groot genoeg is. En dan gaan ze gewoon allebei over de kop. Moment van de waarheid. Ilai rent al heen. Je moet 1,20 meter zijn. Oh, zou het? Zou het, Ilai? Hoi, hoi. Oh, bijna. Nog 2 centimeter. Jammer. Nou, doe even een check of je groot genoeg bent. Maar van hem weten we het eigenlijk al. Ja, ja. Zelfs bijna 1,30. Kijk eens even aan. We gaan even kijken, want hij gaat 4 keer over de kop, kregen we te horen. Hij heeft daar een grote looping, heet dat volgens mij, dus het grote rondje. En dan draait hij hier nog in spiraalvorm een paar keer over de kop. Dus je gaat niet 1 keer, maar 4 keer. 1, 2. Oh, oh. Nog even een keertje kijken hoe die ook alweer gaat, want hij is nu hierboven. Ja, gaan we nog of niet? Heel veel kijken. Oh ja, daar gaat hij dus nog even 2 keer een looping. En dan heeft hij dus 2 keer de spiraal daar zo. Kijk, kijk, kijk. 1 en 2. Let's go, Debbie. I go! Woehoe! Oké, Debbie. Ja? Hé, waar ga je heen? Er is geen rij, hè? Boek schudt zo lekker. We gaan ervoor. En papa vindt het ook niet spannend, hoor. Oké, we zitten erin. Debbie vindt het een beetje eng. Geef mij een handje. Ik kan niet rechtop ook. Ik moet toch rechtop. Debbie, gaat goed komen. Gaat goed komen. Gaat goed komen. Geef je handje. Geef je handje. Oké, daar gaan we dan. Daar gaan we. Ja. Zo ver. Hou vast, hou vast. Oh, ga nu nog rusten. Ga niet gelijk uit. Esra! Esra is ook beneden. Oh. Papa, gaat goed komen, gaat goed komen. Papa, even een handje. Oh, dat is ruim! Oké, daar is Debbie! En hoe was het? Zo leuk! Echt? Oh, hey, dat is toch wel leuk! Toen we naar boven stonden, zei ik, papa, laat me los. Echt? En toen ging je? Oké, de vraag is, durf je nog een keer? Ik kom met jou. Oh, kijk hem! Hij is altijd goed! Die looping voelt gek! Dan zeggen we, oké, let's go! Oké, we zitten erin. 2e keer, Debbie, ben je er klaar voor? Ja, ik zie je niet eens. Klaar voor? Ja. Oké, daar gaan we. We zijn er klaar voor. Tweede keer over de kop, daar komt die Debbie. En dan zeggen we... bij een speeltuintje. Het is super jammer, want er zijn hier nog 2 achtbanen waar Ilai wel in mag. Alleen die zijn gesloten, dus Ilai kan vandaag jammer genoeg geen achtbaan in. Er is nog 1 andere achtbaan waar jij wel in mag, maar die heb je de vorige keer... Die vond jij eng, hè? Maar nu heb jij deze gehad. Dus eigenlijk moet je nu even kijken of je hem niet meer eng vindt. Ga je erin? Let's go, Debbie. Veel plezier. Oké, we zitten in een achtbaan hier zo. Debbie zit naast me. Heel wat donker. Helemaal naar boven toe. Debbie, hou hem vast. Hij is open. Wat zei je? Gaan we het water? We gaan zo het water in.
klein beetje. Oké, van de achtbaan over naar de stooptrein. Oh, helemaal stoot. Hey Debbie, kijk weer naar voorbij gaat. Nou, al die attracties even over naar eten. Lekker. Oké, we zijn weer buiten en we gaan nu een attractie in die we weer met z'n vijven gaan pakken. Maar waar één iemand eigenlijk echt niet in wil. Yeah. Wat zeg je? Water niet. Hij weet wel wat het is. Het is namelijk een wild waterbaan. En Mias die kan zich de vorige keer nog heel goed herinneren. Maar niet getreurd, Mias. Je gaat niet we dat gaan worden. Gewoon met z'n allen. We beschermen jou. Je wordt niet nat. Je wordt zeiknat. Maar wel de beste muziekkeuze. Nat worden. Nat worden. Het is wel echt zo'n leuk muziekje erbij. Van, je dat gaat is toch leuk. Nu heb je toch gewoon zin om nat te worden? Beetje zendmuziek erbij. Hij voelt hem hoor. Oké, kies de meest natte plek. Kies de meest natte plek uit. Allemaal dan? Ja, dat bedoel ik. Oh, Mimi. Maar kijk hoe hard hij nu al gaat, hè. Oh my god. Nee! Oh, dat, nee. Nee, dit, het is ook niet het weer hiervoor. Ik hoop oprecht dat jij de meest natte wordt. Hij moet niet de meest natte worden. Jij moet de meest natte worden. Jij moet natte worden. Ja, wie? Eli. Jij. Oh, kijk op zijn hoofd, een druppeltje. Hij dacht van de boven dan. Nu is het toch leuk? Ja, wacht maar. Hou vast. Oh, damn. Kijk dan. Oh ja, nee. Niet omdraaien. Niet naar mij toe. Nee, hieruit toe. Nee. Niet bij mij. Nee. Oh my god, waarom? Nee! Ah! Ja, wat zei dat? En nu worden we weer gebeukt. Ah! We komen niet vooruit mee, joh. Nee! Ja! Mias! Wat zei je nou, Mias of Mias? Oh. Mias wordt niet van Mias! Nee! Maak Mias, maak Eli dan! Oh, Eli, je gaat draaien! Nee! Zijn we? We hebben het gered! Top. Mias, leuk! Yeah! Zeg, wat zei je? Nog een keer! Mias, mag het zeggen nog een keer? Ja? Hij zegt ja! Nog een keer! Ja. Dat wordt nog een keer. We hebben de uitgang. Weten we het zeker? Ja. Ik heb zo'n gevoel dat we nu zeiknat gaan worden. Ik weet niet waarom. Deze zag ik nog niet aankomen! Deze heb ik nog niet zien aankomen! Vol in jullie face! Ik wist het niet! Oh! Kijk die zeiknat hij is! Oh, dit is zo nat! Kijk nog één keer. Kijk dit. Hij is zeiknat. Ja! Tijdens onze mooie rit maak ik even een promo voor onze eigen webshop. Ga naar www.vanlokap.nl. Kun je ook zo'n mooie tas kopen? Oh! Zo! Ja, nee! Ah, oh, echt waar. De meest mooie was gewoon bij jou, hè? Jullie willen heel graag, wij niet. We zijn fans die heel graag mee. Willen jullie met hun gaan? Ja! Oké, nou jullie hebben geluk. Jullie kunnen nog een keer. Wij zijn hier weer vanaf. Oké, hey, veel plezier, hè? Doei! Oké, nou even wachten. Zijn ze aangekomen? Ik ben benieuwd. Zijn ze dat geworden of niet? Ben je dat? Niemand dat? Niemand dat? Dat is wel leuk. En het is weer tijd om een lekkere hapje te nemen. Maar Esther zo de zin in had, volgens mij pest Mias hem ook al van jou af. Ja, nou ja, ik eet de restjes wel op. Nou, eet smakelijk. Oké, het is de volgende dag. We zijn even met de boot overgevaren naar de andere kant van de wereld. We dachten, we gaan even een safari doen. Mimi, waar ben je? Mimi? Oh, hier ben je. Hoe vind je dit? Geen licht, ze willen geen licht. Oké, okay, moet even blijven.
Oké, we zijn door de oerwoud. Dus goed kijken, zie je hier een slang opeens boven ons. Oh nee, het is gewoon een zware anaconda. We gaan hier langs wat dorpjes. Hier heb je gewoon de echte oude generatie mensen. In het buitenland ook altijd al die zwerfhonden. Super schattig, we aaien ze nooit. Lekker, zelfs van allemaal krokodillen. Wauw. Oké, we zijn er verder. We horen opeens iets. Oh, wat is dat? Wat is dat? Oh nee, een tijger. Oh, Mimi. Oh, we zijn veilig. Is wat Debbie en Eli leuk vinden. Buikdansen. Kijk ze praten. Oh, kijk ze. Wow. Oh. Weet je wat ik nooit snap? Wat zijn die twee ballen daar onder zijn kin? Hoorde die daar? Je hoorde inderdaad, toch? Oké, we zitten in een attractie waarvan ik nooit had verwacht dat ik erin zou zitten. Ja. En ik wil die gaan kijken. Ik heb vroeger nooit hoogtevrees gehad, maar dit... Ik heb ook echt hoogtevrees, maar... Oh. Het gaat op zich wel goed. Ik weet niet. Even het vuur zien. Nee. Nooit verwacht dat ik hoogtevrees zou krijgen. Hoe dit? Kijk! Hou je vast. Kijk! Oké, moet ik wel toegeven. Het is wel echt een super mooi uitzicht. Maar ik ga weer snel zitten. En toen zat ons avontuur er alweer op. Ja. En heeft Deborah al een grote angst overwonnen. Dat was ontzettend leuk. Ik hoop dat jullie met ons hebben meegenoten van deze video. Ik zou zeggen, abonneer. En tot de volgende keer. Doei!